De kwaliteit van ons onderwijs gaat omlaag en dat mogen we niet laten gebeuren. Iedereen wil het beste onderwijs voor zijn of haar kind en iedereen heeft daar ook recht op. En daarom willen wij leerkrachten beter en meer ondersteunen en laten doen waar ze echt goed in zijn. En dat is lesgeven, want vandaag verliezen ze vaak veel tijd met paperassen of met administratie. Nederlands, dat is onze moedertaal en daar begint het mee. Daar moeten we meer in investeren. En wie de moedertaal goed beheerst, die kan ook vreemde talen leren. Waarom wachten we daarmee totdat het een opdracht wordt? Dat kan veel sneller. En wie graag de handen uit de mouwen wil steken of een beetje schoolmoe is, moet sneller ervaring kunnen opdoen in een bedrijf. Werkplek leren, daar zetten wij op in. Op het eind van het secundair volgt er dan een centraal eindexamen. Zo weet iedereen waar die aan toe is en kunnen we ook scholen met elkaar meten. Samengevat, de lat in ons onderwijs die mag een pak omhoog. Maar de drempel die blijft laag, want iedereen heeft recht op uitstekend onderwijs.